Als ik in de kliniek lag, in mijn bed, dan was ik afhankelijk van iedereen. Ik kon gewoon niks doen. Met een prothese kan ik mezelf verhelpen. Ik kan me bewegen. Ik kan in huis alle kamers gaan. Ik kan zelfs een trap op gaan. Trager dan vroeger, maar het is een enorme verandering. Met of soms veel vroeger, je kunt het moeilijk vergelijken. Vroeger was ik een mens die alles kan. Nu kan ik veel minder, maar dankzij mijn prothese kan ik me nog altijd behelpen. Ik kan bijvoorbeeld met een automatieke auto kan ik nog rijden. Dat is moeilijker, maar het gaat nog altijd. Ik kan me bewegen. Ik ben niet meer afhankelijk van iedereen. Kinesist, dan ben ik leren marcheren eerst met een rek, dan met twee krukken, dan met één kruk. Zelfs zonder krukken zou ik ook al een paar stappen doen. Dat is een enorm verschil. Dat gevoel.